Ze kwamen laat binnen, ook vanwege problemen. Maar ze kwamen binnen. Dan gaan we kijken naar de quads. En kijk naar Sergio Lafuente. Een zware crash voor de man die op dat moment derde staat in het algemeen klassement. En dan moet er gesleuteld worden. Lafuente, zoals gezegd, derde in het algemeen klassement. Wil kosten wat het kost verder, maar dat is onmogelijk. En dan kijken we naar Ignacio Casale. De winnaar van vorig jaar heeft technische problemen. En wat zijn die problemen? Kijk naar die ketting. Die is niet meer te maken. Gelukkig blijft iedereen rustig om hem heen. Maar het is dus een slechte dag voor Lafuente en Casale. En het is een goede dag voor Sonic. Wordt vierde, maar Rafael Sonic gaat op weg naar zijn eerste Dakar-zegen. We zijn weer in Argentinië.